Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo hier bij Ons Games. Vandaag gaan we verder met ons avontuur. Wow, daar gebeurt van alles daar. Oh my god. Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van The Sims 3 moordfeestdagen hier bij Ons Games. Wij hebben ontzettend veel geesten in ons huis. Het is ontzettend gekkenhuis hier. Echt waar. Het is niet normaal. Alles gaat. Alles gebeurt. Er gebeurt van alles. Weet zeker even dat je de vorige video ook even checkt. Er liepen mensen te slapen in ons bed, geesten en ook in bad. Het was zo naar. Ze zijn alleen maar aan het spoken. En Janet is terug uit de gevangenis. Er is ook heel wat gebeurd in de vorige aflevering. En vandaag gaan we denk ik even naar een vrouw die we gaan vermoorden. En dat is deze vrouw die hier woont. Houvier. Oh, en ze heeft ook een man. En deze mensen. Ik wil heel graag dit huis. Ik wil heel graag in het huis wonen. Jeff Cassatt gaat trouwens nu wel naar school, zie ik. Dat vind ik best. Jeff Cassatt heeft lekker geslapen. Ik geef hem een beetje blaas, een beetje hygiëne. Klinkt heel gek. Ik geef hem een beetje blaas. Kijk eens hier, in een zakje. Maar wij gaan nu naar familie Houvier. Want wij gaan deze familie even uitmoorden. Dat klinkt heel normaal, alsof het de normale zaak van de wereld is, girl. Maar it isn't. Ik wil namelijk heel graag in dit huis wonen. Tenzij als ik nu naar binnen mag en het is heel lelijk, dan hou ik ze misschien gewoon levend als ze gewoon aardig blijven en zo. Want vorige keer waren ze wel echt bitches tegen me. Dus we gaan even zien. Ik hoop dat ze thuis zijn. Ik zag net wel wat binnen, of niet? Zijn ze al wakker? Want het is 7 uur 's ochtends. Ik hoop het maar. Hallo? Is er iemand? Kijk, dit is alweer de reden dat ik er gewoon een meteor op wil gooien. Oh, de man komt eraan. Oké, gezellig. Oh, wat een enge man. Oh, een beetje naar. Oh, hij ziet ons niet zitten. Girl! Wat? Oké, dit betekent dat ik hem gewoon gelijk vermoord. Crack die nek. Hoppa. Bye. Oh, ze hebben ook een chihuahuatje. Jammer, hij is dood. I don't care. Jij net, Orange heeft net een geweldige Sims die sterft. Het is moeilijk om zo'n verdrietige gebeurtenissen te vergeten. Girl, je mocht hem niet en hij mocht jou niet. Klaar. Zo, en zij loopt maar lekker weg. Het is je man? Nee hoor, ik denk, oh bye. Ik ben er klaar mee. Oké. Een rekening betalen alsjeblieft. Oh, kijk nou. Hij heet, serieus, beschuit. Je noemt je kind, of je kind, je hond, geen beschuit hoor. Oh, kijk nou. Dat vind ik wel zielig. Maar, weet je, we gaan gewoon met haar praten over de hagel. Weet je, wat vind jij nou van het weer, hè? Terwijl je vrouw, je man is overleden, oh my god. Wat erg van mij, oh. Ik vind het wel heel zielig. Misschien kunnen we haar troosten. We kunnen haar geen eens troosten. Suggereerde dat de moeder een chupacabra was. Wat de hel is dat? Serieus? Begroeten. Ik wil haar even begroeten. Oh, ze is echt boos. Oh, maar ze is boos omdat ik er weer ben. Ze mag me echt niet. Echt nog. Even een... Jeff heeft net zijn eerste schooldag beleefd. Ja, hij moest al een paar dagen geleden moest hij erheen. Oh god, ze ziet ons echt niet zitten. Ze mag ons niet. Oh mijn god, mens. Transformeer dan. Of ben je al getransformeerd, stom tut? Nee. Het is klaar met jou. Ik ga niet naar huis. Ik ga haar even vermoorden. Crack die nek. Bye, Felicia. Nu is ze wel bij de man. Kijk, ik kon haar ook anders vermoorden, maar anders moet ik weer in de gevangenis. Daar heb ik niet zo erg veel zin in. Dus nu woont alleen de hond hier. Die wordt dan geadopteerd. Misschien kunnen wij beschuit nemen. Beschuit, letterlijk de naam van de hond. Serieus, gaat ze nu naar binnen en dan gaat ze verder met haar leven? You are kidding me? Are you kidding me? Ik verwacht wel even dat je doodgaat. En dat ik dit huis kan kopen. Oké. Wat is er nou maar voor stoms? Waarom leeft zij nog? Ik snap dit niet. Wat de hel? Crack die nek nog een keer. Freaky stretch. Ga dood. Oh mijn hemel. Choke zelf. Laat er even stikken. Oké, zo. Oh mijn god, dat ziet er echt heel eng uit. Ga nou dood. Ga dood, nu. Dat klinkt heel stom. Ga naakt. Leuk. Maar krek die nek. Ik wil dat je dood gaat. Ze gaat niet dood.
Ze is echt een geest. Oh, nu is ze opeens wel dood. Maar ze was al dood net. Maar kijk, nu gaat ze echt dood. Oké. Nou, en dan kunnen wij een biscuitje nemen. Oh, we vallen bijna flauw, dus ik geef een beetje energie. Zo. Anders houden we het niet meer. Zo, oké. Kan ik nu het huishouden kopen? Nu zeggen ze... Nu... Wat is dit? Geblaf aan horen. Er is nu niemand thuis. Nee, er woont ook niemand meer. God, dan nu. Alleen die hond. Ik wil je graag... ontvoeren. Mag dat? Ik vind het wel zielig, want... Oké, weet je wat we gaan doen, jongens? We gaan beschuit aan onze familie toevoegen. We hebben beschuit. Jongens, beschuit is van ons. Yes! Huisdier oppakken. Yes, eigendom kopen. Bitch, yes! We hebben beschuit en we hebben het huis. Girl. I love this. I love... Ja, wat deed ik? Dat weet ik ook niet echt. Naar huis gaan? Nee, ik ga eerst eigendom kopen, girl. I have the money. Hey! Ik ga het gewoon kopen nu ook. Yo, we gaan naar de burgemeester. Beschuit, blijf hier. Je kan zo weer in je eigen huis. Dan gaan we heel het huis even een beetje bekijken. Straks is het heel lelijk in dat huis. Dan scheid ik echt in mijn broek. Echt 30 kleuren. Echt waar. Dan denk ik van, waarom heb ik zoveel moeite gedaan? Echt heel veel moeite. Voor zo'n stronthuis. Ik heb echt het gevoel dat het een lelijk huis wordt. Nee, ik weet niet. Ik vind de buitenkant wel leuk. Dus ik vind het best. Weet je? We zoeken het wel uit. En anders, het boeit me niet. We kunnen ook ergens anders gaan wonen. Hier leuk bij het water. Of weet ik veel. Weet je, we zien het wel. Weet je? We gaan het wel gewoon zien. Ja. En anders kunnen we... Oh, deze is ook leuk. Oh, deze is ook fancy, jongens. Oh, dit is wel klein. Ik weet niet wat ik moet doen, jongens. I don't know what to do with my life. Oh, deze ook leuk, zeg. Jeetje. Wil je meer weten over ontroerend goed? Nou, ontroerend goed moet je roeren, zodat het niet meer ontroerend wordt, maar wordt het roerend goed. Snap je hem, roeren? Ja. Nou, oké. Ik snap hem wel. Oké. Je hebt je huis die er slecht behandeld en daar... Oh, girl! No! No, beschuit blijft van ons. Oh no, you didn't. Oh no, you didn't. Voorwerp verwijderen. Nee, beschuit is weg. Nee! Beschuit! Beschuit. Beschuit is weg. Jongens, nu kan ik nooit een beschuitje met hagelslag eten. En boter. Oh, het huis is eigenlijk best wel lelijk. Oh, het is echt heel lelijk. Oh, nee. Wat doen we met ons leven? We hebben zo'n coole tuin en alles. We hebben zo'n kuthuis. Of hebben we ook nog een ondergrond? Waarom gebruiken we dit niet als een... I don't know what to do. Onze beschuit is weg. Oh my god. Ik heb hem niet lang gekend. Maar beschuit, als je deze video kijkt. Blaf, 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 blaf. Blaf, blaf, blaf. Hou van jou. Oh my god. Mijn grote god. Oké. Maar ik wil uit dit huis. Ik wil weg. Ja, ik wil hier gewoon weg. Ik ga niet in dat huis wonen. Ik koop nog een huis. Ik koop er gewoon nog eentje bij. Weet je, we hebben gewoon 3. Dan kunnen we naar huis gaan wanneer we willen. Overal. Weet je, we willen gewoon een nachtje hier slapen. Gaan we dan gewoon lekker nog eens slapen, toch? Zo werken, toch? Vind ik wel. Oké. Even zien. Ik wil eventjes... Waarom gaan we niet naar die bistro? Op de Konijnenstraat. Hartstikke gezellig. Kan ik dit niet even huis bekijken of zo? Dat lijkt me ook zo leuk. Kan ik dat niet even doen? Dat ik gewoon zo doe en dat ik het huis kan bekijken? Nee. Oké. Ik kan niet even zo'n huis bekijken. Ik zou graag willen... Zou ik het gewoon kopen? Weet je, ik heb een gevoel dat dit ons huis wordt. We zitten bij het water zelfs. Dat is freaking cool. Ik ga gewoon het huis kopen. Jeff Kassat wil naar school graag naar Region Cap. Girl, ga je gang. Ga je gang. Ik heb te weinig geld voor het huis volgens mij. Dus ik doe even modderlood. Zo, nu hebben we weer monies. Yes. Volgens mij hadden we wel genoeg, maar boeit me niet. Nu hebben we meer monies. Hey. We zijn echt rijk. We gaan weer op onze bezem vliegend. Of aka onze stofzuiger. Gaan we weer heen. Oeh.
Jongens, een limousine, girl. We hebben gewoon twee huizen gekocht in één dag. Dat is echt life goals. Dat heeft niemand gedaan. Dat heeft echt niemand gedaan, hoor, denk ik. Nee. Oh jeetje, kijk, er komt zo'n verbrande peer aan. Rita Davis wel eens. Jeetje, die denkt wel, ik ga even naar de burgemeester. Ik ga even mijn verbrande kont laten zien. Zeg, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Hebben we trouwens... Oh my god, dat is zo zielig. We hebben geen stamboom. Je netto-rans heeft helemaal geen familie. Dat is zo zielig. Mijn god. Zij verdient dit niet. Weet je, zij verdient blij te zijn. Kijk eens. Jij moet blij zijn. Ik ga haar gewoon alles geven wat ze wilt. Nu even. Omdat ik dat nu heb gezien, maak ik haar even heel blij. Want ik vind het niet leuk voor haar. Weet je. En daarom vermoordt ze iedereen. Ja, dit is haar leven. Ze denkt. Ik heb geen familie. En ik wil je. En mijn motto is. Om jullie ook geen familie te laten voelen. Dat is Jeannette. Jeannette de slet. Confirmed. Oh my god. Wauw, oké. Okay. Stadsappartement, 5 slaapkamer, 6 badkamer. Holy manoli, dat is zo groot. 5 slaapkamers. Hoe gaat dat hierin passen? Mens. Oké, kom, we gaan naar je huis. Oh, nu ben ik heel benieuwd hoe het huis eruit ziet. Nu ben ik zo benieuwd. Oh my god. Oké, okay. Oh, begint het hier al? Nee. Is dit heel ons huis? Waarom zit dit hier steeds? Oh my god. Eigenlijk is het best wel lelijk. Het is zo leeg. Het is zo leeg huis. Oh my god. Kunnen we nog meer naar boven? No way. Dit is zo groot. Ik vind het eigenlijk heel lelijk. Ik ben zo kieskeurig. Ja, maar kijk, dit vind ik gewoon geen leuk huis. En dit blok hangt er gewoon steeds in de weg. Vind ik niet leuk. Maar dit is insane. Dit is wel echt een heel lelijk huis. Sorry, ik moet het zeggen. Weet je, we kopen er gewoon nog één. Oh my god, we zijn zo erg. Wij zijn zo erg. Ik heb gewoon een leuk huis bij het water. Kunnen we niet gewoon zo'n heel cute huisje als dit vinden? Woont zeker iemand. Hier woont niemand. Yes. Ik vind deze wel heel cute. Ik heb het gevoel dat dit ons huis wordt. Ja. Ja, dit wordt hem. Ik voel het. We gaan het gewoon... Weet je? Ik kan ook die huizen verkopen. Maar we zijn gewoon rijke stinkers. Wij kopen gewoon 4 huizen vandaag. Oké, eigendom kopen. Ga maar weer naar de burgemeester, mevrouwtje. En dan wil ik graag hierheen gaan daarna. Zo, kijk eens hoe snel dat gaat. Lekker betalen, die huizen. Zo. We kunnen nog makelaar worden ook. Dat kunnen we gewoon verkopen. Zo, oké. Nou, ik ben benieuwd hoe dit huisje is. Oké. Oh, dit beneden had ik niet verwacht zo. Oh, maar dit is wel cute. Oh, dit is een soort kunsthuisje. Oh, ik vind het wel... Ja, nou... Ik vind het wel wat, maar niet helemaal. We hebben helemaal geen eens een plek om te zitten. Oh, hier? Nee, dit is hem ook niet. Weet je wat we gewoon doen? We blijven gewoon hier. Ah, we zijn zo erg, hè, girls en boys. Oh my god. Oké. Okay, laat even in de reacties achter of ik een heel mooi huis moet gewoon downloaden. Waarmee we dan in kunnen gaan wonen. En laat even suggesties achter wat wij nog moeten doen in de Sims. Wij kunnen ook naar een andere wereld gaan. Bijvoorbeeld Bridgeport of weet ik veel. Laat me weten. Wat ik moet doen in de Sims. Dan gaan wij misschien wel... Of nou, ga ik misschien wel... jouw ding doen in de Sims. Wat jullie dan allemaal gaan zien. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dit was de aflevering weer voor vandaag. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog op deze video. En als je het niet leuk vond, doe dan eventjes nog steeds. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer op Aldous Games met een nieuwe video. Bedankt dan voor het kijken en bye bye.